Wij gaan naar de meisjes van 13 jaar in race nummer 21 voor Nijkerk. Drew van Olme. De Lofsprinters, Anne Eikenaar. Unitas Assen, Melon Smit. Gelder Malsen, Michelle Laponde. Tweemaal Amazone met Mies Marreenstruik. Anja Jacobs en de Nederlands kampioen uit Apeldoorn, Gerlinda Remmert. En dan lijkt het toch Gerlinda Remmert te zijn die hier als eerste weg is met Maureen Kruijs. Dat is uiteindelijk de Michelle Laponde. Dat lijkt het met 1 tot en met 4 te zijn hier op het kampioenschap van Midden-Nederland. De Nederlandse kampioen, want dat is ze geworden bij de Bissing Crosses in Ommen. Ook hier op plaats nummer 1. En komt er dan nog ergens een aanval van Maureen Struik. Michelle Laponde zit daar op 3. En we zien ook Anne Eikenaar nog komen. Maar dan gaat er zij toch te groot voor een aanval. Ze zal eerst het gat dicht moeten rijden. Dat heeft ze gedaan, Maureen Struik. Maar waar komt nu het gaatje? Ze heeft natuurlijk nog maar weinig tijd. Kom maar! Maar de beeldjes zijn toch echt in het voordeel van Gerlinda Remmert. En de titel gaat mee naar het kamp. En daar komt ze vandaan, naar Gerlinda.